Ho, 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 Maarten. Wacht eens even. Je begrijpt dat ik geen kans onbenut wil laten om onze club toe te spreken. En bovendien, de partners zijn er vanavond bij. Dus als je nou eens even opzij wilt stappen. Dames en heren, beste mensen. Fijn dat u er wel bent. En als ik zo rondkijk, zit u er verdraaid feestelijk bij. Complimenten. Hoe anders is het hier? De zon schijnt fel, het is net een zandbak en het water is niet zoet maar brak. Eigenlijk verschrikkelijk. Ik hoop dat u goede feestdagen hebt gehad en met frisse moed aan het nieuwe jaar bent begonnen. Ja, Maarten, geiten te over hier. Je struikelt er zo wat over. En ja, dat hebben jullie denk ik in de zaal ook wel meegekregen. Ze blaren hier gigantisch. Heel anders dan bij ons in Drenthe. Maar 2016 wordt het jaar van de aap. En gelukkig bent u daar niet in gelogeerd. En dat geldt ook voor het CCA. Overigens was dat in 2015 ook niet het geval. Het was een mooi jaar. Met goede bijeenkomsten die ook steeds prima werden bezocht. Ik denk bijvoorbeeld aan de avond in de Nieuwe Kolk met de dominee-koopman van de Amsterdamse Zuidas, Ruben van Swieten. Ineens ging het binnen de club over zaken doen en zingeving. En dat leidde tot mooie gesprekken. En wat te denken van het bedrijfsbezoek bij Wensink. Op hoge snelheid netwerken in een Mercedes type Huppel de Pup Turbo. Heel apart. Ook bezochten we Visser Assen en ontdekten daar dat Bouwwatch, dat u vast allemaal kent van de vele bouwprojecten waar u zo al rijdend door Nederland langskomt, een product van Asserbodem. Prachtig. En verder waren er borrels met allerlei sprekers en stonden we op de bedrijvencontactdagen en de promotiedagen Noord-Nederland. De banden met de gemeente Assen werden verder aangehaald en dat leidde tot de bijeenkomst in de raadzaal van ons stadhuis in het teken van de Florijnas. En heeft u trouwens gemerkt dat onze burgemeester Marco, mooie voornaam, oud, frequent bezoeker is van onze bijeenkomsten? Ook zijn de contacten met het JCCA aangehaald en wij stelden onze bijeenkomsten open voor deelname door hen en omgekeerd stelden zij hun bijeenkomsten open voor ons. Inmiddels wordt er ook samengewerkt waar het betreft het programma voor 2016 en daarover straks nog wat meer. Over het aanhalen van contacten gesproken, dat deden we in het afgelopen jaar ook met organisaties zoals Park Management, MKB Assen en Gilde Bart. Het leidde tot de gezamenlijke bijeenkomst Assen onderneemt die heel goed werd bezocht. En nog een topper. Ja, de seizoenopening met Joris Luijendijk. Ik blijf er zelf niet over uitgesproken. Wat een spreker. U was er in grote getale vroeg vooruit bed gekomen, maar u werd ook beloond. Verder is een oude traditie nieuw leven ingeblazen. De gezamenlijke bijeenkomst met de zusterclubs uit Groningen en Friesland. In de Lawei in Drachten deden we dat met onder meer Jan-Peter Balkenende als spreker. En u was erbij. Ja, en dan denkt u nu vast, heeft hij die boxershorts van de dames van Hully aan? Dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik je goed heb verstaan, Maarten, maar het is zo dat zo'n mooi programma natuurlijk niet vanzelf tot stand komt. Dat vergt veel geregel en voorbereiding en dat neemt de activiteitencommissie voor haar rekening. En die activiteitencommissie, dat weet u natuurlijk allemaal, maar ik noem het toch maar even, die bestaat uit Laura de Vries, uit Riekje Tijmers en ja, Maarten, uiteraard ook uit jou. Hulde zou ik willen zeggen voor al hetgeen is gedaan in 2015. En mensen, laat het applaus maar losbarsten. Wat gaat 2016 brengen? Wie kan dat beter vertellen dan trendgoeroe Bakas?
Ajit, waar zit gij eigenlijk? Daar. Zie het al. Ik zal je het gras niet voor de voeten wegmaaien. Dus volsta ik ermee te vertellen over de twee eerstvolgende bijeenkomsten. Dat is allereerst de algemene ledenvergadering op 25 januari in Van der Valk Assen. Zoals te doen gebruikelijk. En we gaan na afloop weer gezellig stamppot eten. De tweede bijeenkomst die daarna komt is de themaavond op 15 februari in het Drents Museum. En dat wordt een mooie avond in het thema van QB en de Blizzards. Met een heel speciale rol voor ons lid Willy Middel. Willy, waar zit jij? Ah, daar. Lukt het allemaal met de voorbereidingen? Ik hoop van harte dat het echt niet al te veel stress geeft, maar volgens mij is het bij jou allemaal in goede handen. De uitnodigingen, mensen, ziet u uiteraard tegemoet en ik zie dat u. Dames en heren, ik staak mijn wild geraas en namens het bestuur en de activiteitencommissie van het CCA wens ik u daarom een heel gelukkig nieuw jaar toe. Neemt u uw glas, dan zoek ik mijn cocktail. Of ik laat iets tot mij komen, nog veel beter zou ik denken als je op vakantiebestemming bent. Ah, kijk. Dat komt helemaal goed. Dank Maarten. Laten wij het glas heffen. Dames en heren, ik wacht even, want ik zie dat sommige mensen het glas nog niet hebben gevonden of het al leeg hebben. Dus pakt u gerust. Allemaal voorzien. Dames en heren, laat ons toosten op onze mooie club. Cheers.